Het huren van een starterswoning is de laatste tijd niet zo makkelijk meer, zeker in de Dordtse binnenstad. Zowel het aanbod als de huurprijs voor een woning wordt als hoog ervaren. Een andere optie is kopen, maar dat is vooral voor jongere starters en ZZP'ers vaak niet mogelijk. Nou ja, kijk, een financiering van een koopwoning, hè, zeker door de huidige lage rente, is het gewoon aantrekkelijker om te kopen. Omdat je gewoon netto minder maandlasten hebt dan huur. Als we kijken naar vergelijkbare woonunits, dan zien we dat de huurprijzen vaak hoger liggen dan de financieringslasten van zo'n unit. Anderzijds, dat huur maakt je gewoon veel flexibeler. Hè? Als je gewoon weet dat je hier een jaar of twee jaar komt vanwege een opdracht die je doet, hè, of tijdelijk werk. Ja, dan is huur natuurlijk gewoon een prima oplossing. De gemeente wil 4000 nieuwe woningen gaan bouwen. Zo bestaat het idee om bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen in de Dordtse Schil om te vormen naar nieuwe woningen. Sowieso is het gewoon heel goed dat er leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd naar woonunits. Of het nou koop is of huur, dat maakt in principe niet zo uit. Dus het is gewoon belangrijk dat er gewoon veel meer leefbaarheid komt in de binnenstad. En beschikbare woonunits werken natuurlijk enorm aan mee. Het lastige hierbij is dat niet iedereen direct in aanmerking kan komen voor zowel een huur- als koopwoning. Ook als wij verhuur moet je ook kijken, kunnen mensen het wel betalen? Anders breng je op voorhand mensen in problemen. Dus mensen die echt lage inkomen hebben, die kunnen gewoon niet huren. Ook niet als de huur niet zo heel hoog is. Kijken we toch, is het inkomen toereikend om te kunnen huren? Ondanks dat het voorlopig niet makkelijker zal worden voor starters, zijn er wel een aantal dingen om jezelf beter voor te bereiden. Ik wil dat wij snappen dat het van huur best wel moeilijk is. Ook als huurkandidaat, hè, zorg gewoon dat je goed beslaagd ten ijs komt. Hè. Als je ergens gaat kijken voor een huurwoning, zorg dat je gewoon de relevante stukken bij je hebt. Hè. Niemand verhuurt meer op je blauwe ogen, helaas. Maar als je gaat kijken, zorg gewoon dat je alle juiste informatie die een verhuurder nodig heeft met je meeneemt of kan overleggen. Daarmee maak je eigenlijk gewoon de beste kans.